Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is zaterdagmiddag, bijna middag, iets na 11 uur. En ik heb heel wat om jullie over te updaten. Ja, het is weer een lange week geweest. Ik heb af en toe wel iets gefilmd, dus ik ga dat er proberen in plakken. Zodat je een goede gestroomlijnde update krijgt. Ik ga beginnen met dit boek. Dus ja, sinds afgelopen maandag zijn de restaurants en cafés in België toe. Je kan wel takeaway doen. En dat gaan we zeker ook wel doen, dat doen we sowieso wel. Maar ja, ik had dit boek al een hele tijd geleden gekocht. Het is van Otto Lenghi. Hij heeft verschillende boeken, maar ik dacht... Oeps, wacht even mijn gsm stiller zetten. Ik dacht, ja, simpel, daar gaan we mee beginnen. Het ziet er allemaal zeer, zeer lekker uit. Het is keuken geïnspireerd door het Midden-Oosten. Maar dat wil ook wel zeggen dat ik heel wat ingrediënten en vooral specerijen nog niet had. Dus ik ben een keer door het boek gegaan. Alles opgeschreven en dan op een shopping spree geweest om zoveel als mogelijk van die specerijen nog bij te kopen. Ik had al wel een aantal dingen, maar ja, dingen gelijk zwarte knoflook. Allee, ik heb dat nog altijd niet, ik heb het niet gevonden, dus ik heb het niet in huis. En ik ga een beetje moeten proberen, ja, andere dingen gebruiken, gewone knoflook dan maar, in plaats van zwarte knoflook. Maar ik ben er toch in geslaagd om heel wat specerijen te vinden. Roze harissen heb ik gevonden in de Albert Heijn. Zaatar, rassalanoet had ik al. En zo zijn er nog wel een heel aantal dingen. Maar bon, mijn eerste gerecht is al mislukt. Ik had, wacht hè, het lintje zit er nog in. Ik had dit gerecht gemaakt, de gehaktballen met ricotta en oregano. Het zou er zo moeten uitzien. Ik denk dat ik wel weet wat het probleem is. Hij gebruikt broodkruim, maar hij vraagt om vers gemalen broodkruim van witte brood. Dus dat had ik gedaan, maar ja. Ik denk dat ik ook niet alle... toestellen heb die dat ik zou moeten hebben. Dus die balkjes waren wel balkjes, maar die waren precies niet stevig genoeg en die zijn in de pan volledig uit elkaar gevallen. Dus ik had meer een soort van pasta saus in plaats van ja, wat het eigenlijk zou moeten zijn. Ja, stoem van mij, hè? Maar bon. Dus ja, wat het bij mij was, zal ik hier ergens tussen gevoegd hebben, maar het trok eigenlijk op niks, dus ik was echt niet happy. Dus ik hoop dat mijn andere gerechtjes beter gaan bevallen. Ja, het is alleszins mijn bedoeling om nu met de lockdown een klein beetje meer zelf te koken en te experimenteren. Dat heb ik in maart en april ook gedaan. Ik ben nog altijd geen goede kok. Ik kan echt niet goed koken. Ik kan wel een recept volgen. Maar ja, simpel is dus niet simpel, hè. Over food gesproken, iets dat zeker wel simpel is. Niet zo simpel om te vinden trouwens, maar wel om op te eten. Deze geweldige doos. Dit is een ganse doos vol zure ouwels. Van Frisia. Ik hoor die bij de Albert Heijn. Die hebben ja, meerdere keren per jaar hebben die zo'n actie. Hamsterweken. Dat hebben ze grote verpakkingen. En ja, ik ben dol op zure ouwels. Vliegende schotels worden ze ook wel genoemd. Maar ik vind dat zo lekker. Dat is ook super licht. Dat is luchtig. En blijkbaar ben ik niet de enige. Want de eerste Albert Heijn waar ik naartoe was, daar zag ik zo een grote lege bak staan in het midden van de gang. En ik dacht... Dat gaat de bak zijn waar dat die zure ouwels in gezeten hebben. En ja, inderdaad. Ik kwam dichterbij. Het bordje van de promo stond er, maar de bak was volledig leeg. Helemaal uitverkocht. Dus ja, blijkbaar zijn er nog wel meer liefhebbers. Terecht, uiteraard. Maar ja, man, ik had toch wel eentje voor mij kunnen overlaten. Maar ja, bij de tweede Albert Heijn was het wel prijs. Dus daar hebben we er kunnen vinden. Ik ben er al aan begonnen. Ik heb er al meteen twee gekocht. Ik had dan ook een poll online gezet op mijn Instagram. Met te vragen van, ja, hoe lang denk je dat ik daarmee ga doen? 2 weken, 2 maanden. Ik moet zeggen dat het merendeel van jullie, ik denk 86% of 87%, ja, weinig vertrouwen heeft in mij. En denk dat ik het binnen 2 weken volledig opgegeten heb. En je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Maar ik vond dat wel super grappig om dat te zien. Ja, ander groot nieuws deze week was dat Timo eindelijk zijn nieuwe auto mocht gaan ophalen. Hij heeft er lang op moeten wachten. Het heeft natuurlijk wat extra lang geduurd met het hele corona gebeuren. We hebben ja, in het vroege voorjaar de bestelling geplaatst. En deze week was het zover. Dus ik ben wel super content voor hem. En ook wel een beetje voor mezelf, want ik mag uiteraard ook passagier zijn. Dus ja, we zijn hem gaan ophalen in de garage. Daar heb ik heel korte beelden van. Maar het is eigenlijk al super leuk. Leuk om nog eens ja, een supernieuwe auto te rijden. Helemaal proper, nieuw. Dat ruikt supernieuw. Allee, die nieuwe autogeur zit er gewoon in.
Misschien dat dat ook wel te spreken is dat ze gebruiken. Maar bon, het is allemaal fancy en we moeten nog een beetje wennen. Maar ja, ik was er wel direct mee weg. Ik zal straks nog wat nieuwe beelden schieten in de auto zelf. We gaan vandaag al meteen op uitstap naar Brussel. Want dat is het tweede grote nieuws van de week en dat is mijn nieuws. Ik had meegedaan op Instagram met een wedstrijd van Chris Terniers. En ja, je weet wel, die ringen die ik altijd aan heb, die zijn van haar. Ik ben al super, super lang fan. Al van mijn studententijd. Als ik dan naar de les liep in Gent, dan had zij daar een winkeltje. En dan bleef ik even voor de etalage staan. En daar had ik deze ring gezien. Ja, ik noemde dat mijn anemoon. Officieel heet dat de clinch ring. Maar ja, voor mij zijn dat nog altijd zo de wapperende stekeltjes van een anemoon in het water. Dus die heb ik al 16 jaar. Ik draag die al elke dag, 16 jaar lang. En intussen tijd met de jaren heb ik mijn collectie gaandeweg telkens een beetje uitgebreid. Ik ben super fan van haar hele organische ontwerpen. Ze heeft ook meer geografische ontwerpen. Die zijn wat strakker, dat is minder mijn ding. Dat is mooi, maar dat is gewoon niet iets voor mij. Maar zo de bloemige organische dingen zijn wel helemaal voor mij. Enfin, ik ben aan het afdwalen. Ze deed een wedstrijd op Instagram. Ik volg haar natuurlijk zowel op Instagram als op Facebook. En je kon dus een voucher winnen voor €500. Wat heel erg mooi is, want daar kun je eigenlijk al een juweel van kopen. Ja, je moest dan natuurlijk wel een aantal dingen doen. Sharen, commenten, taggen enzovoort enzovoort. Dus ja, ik heb niet elke dag, maar zo goed als elke dag meegedaan als dat de wedstrijd liep. En ik heb bij elke comment een ander juweel, een andere ring van mijzelf in de picture gezet. Ook een aantal dingen die ik nog niet had, maar het merendeel wel. En dan telkens zo, ja, de herinnering, het verhaal erachter. En dat heeft blijkbaar wel geholpen, want gisteravond kreeg ik een berichtje binnen waarin stond van, ja, proficiat, je hebt gewonnen. Ja, dus we hebben onmiddellijk heen en weer zitten berichten en op zaterdag is de shop open tussen 12 en 6. Ik kan dan door de week gaan, maar dan moet ik op afspraak en dan moet ik daar ook verlof voor nemen. Dus ik heb gewoon gezegd, weet je wat, ik kom gewoon morgen. Ik kom onmiddellijk morgen naar Brussel. Dat is wel leuk, want dat is meteen ook haar nieuwe shop. Daar ben ik nog nooit geweest. Het zat vroeger een winkel op de Lebeaustraat op de Kleine Zavel. Maar ja, ze is dan een tijd geleden verhuisd, dus ik ga meteen haar nieuwe winkel kunnen zien. En ik ga jullie uiteraard van op de eerste rij meenemen, want ik ga de vlogcamera meepakken en we gaan een keer zien ja, wat ik ga kiezen. Ik ben er nog niet helemaal uit, ik ga een aantal dingen passen. Maar ik ben er zeker van dat ik wel iets ga vinden, want uiteraard het is mijn favoriete ontwerpster. Het is heel moeilijk voor mij om te tonen hoe blij dat ik ben. Ik ben vooral nog altijd flabbergasted. Allee, het is niet te geloven dat ik dat gewoon gewonnen heb. Ik win bijna nooit iets. Allee, ik ben echt zo een slechte deelnemer. Ik heb nooit zoveel geluk. Maar ja, het heeft zo moeten zijn, denk ik. En ja, ik ben zo dankbaar. Het is echt een hele eer voor mij om dit te mogen winnen. Dus yes. Oké, we hebben net gegeten. Nu mag ik snel mijn lippen een beetje bijwerken. Ja, in normale omstandigheden zouden we gewoon in Brussel iets eten, maar dat gaat nu niet. We kunnen wel take-out doen, maar dan moeten we daar ook op een bakje gaan zetten. Dus ja, dat heeft weinig zin. Dus we hebben hier gewoon een sandwichje gegeten. En dan zijn we klaar om te vertrekken. De outfit van vandaag. Ik heb een paletje van MAC gebruikt. Mooie neutrale bruinige tonen. Roze blush, een lipstick van Charlotte Tilbury, Live It Up. Die is zo wat creamy, is een hele mooie lipstick, hele mooie kleur. En die houdt ook heel erg goed, zeker als je daaronder zo'n lippotloodje gebruikt. De jurk is van Reese. Lekker bloemig, wel met een donkere achtergrond, dus past ook perfect met de herfst. En matcht dan ook goed met mijn kousenbroek. En qua schoenen opnieuw de enkelaarsjes van Chloe met die buckles. Loopt gemakkelijk door de stad en heeft dan toch nog een soort van hakje. En dan ga ik zo meteen nog mijn roze jas aantrekken, maar die zal ik beneden even laten zien. Voilà, hè. Lekker fleurig. Zo'n hele felle fuchsia roze jas. Dus er eentje van Essentiel. Ik heb die ook al in mijn herfstprep video laten zien. Dus daar kan je die volledig in bekijken. Maar het is een soort van blazer model, maar langer dan. En in wol. Dus lekker warm. Niet super, super dik. Dus niet voor in het midden van de winter, maar zeker wel oké voor nu. En geeft een beetje kleur aan herfstige grijze dagen. Ik ga ook nog wel een sjaalje aantrekken. Mijn
lekker te beschermen tegen de kou. Voilà. Ik ga je even in volle glorie hier laten. De auto verkennen. Oh my god, echt. Die geur is zo. De geur van nieuwe auto zit er helemaal nog in. Nu ja, dat is de betere. Dus ja, ik heb beenruimte genoeg. Het is ook zo een zwart met Okapi interieur. Matcht op zich ook nog wel redelijk goed met mijn roze jas. Er kunnen ook nog wat mensen op de achterbank zitten, maar die hebben ietsje minder beenruimte. Zeker als wij met onze zetel volledig naar achter zitten. Maar ja, ik heb natuurlijk wel beenruimte genoeg. Ook plaats voor mijn chakosh neer te zetten. En dit knopje is super belangrijk. Het knopje van de zetelverwarming. Voilà, we zijn intussen in Brussel. Daar in dat bruine pand, dat is Christerniers. De keuze is ofwel de Double Windswept, dat vind ik een hele mooie organische. En dat is ook weer een grote ring. En dit zijn de Lidici oorbelletjes, dat is ook een nieuwe ring. Ettelijke uren later, we zijn vertrokken bij Christerniers en terug naar huis gegaan. Ja, we kunnen niks eten of drinken in Brussel, dus dan zijn we nog gestopt bij mijn ouders. Omdat er nog iets geregeld moest worden, maar we zijn er langer blijven hangen dan verwacht. Nu, op de terugweg van Brussel hadden we in de auto al takeaway besteld bij Café Latino. In Hasselt hebben ze zo een website, wateten we vandaag.be, ja. En dan kun je takeaway roulette doen, dus je kunt gewoon de roulette laten draaien. En was ik op Café Latino uitgekomen, ik dacht, ah ja, dat is al lang geleden dat we daar nog besteld hebben, of ja, gegeten hebben. Ik denk al 10 jaar geleden of zo. Dus we hebben takeaway gedaan. Het waren wel een beetje slow. We hadden om 6 uur besteld en we hebben daar op 5:40 moeten wachten. Maar bon, we hebben het eten. Het ruikt super lekker. Ik heb een beetje van alles wat genomen en Tim heeft dan een schotel genomen. Dus we gaan lekker sharen, want sharing is caring. De kans is zeer groot dat ik te veel heb besteld. Dit is een deel van Timo zijn schotel. Dat was kip, rib en een taco. Dat is zo een mix. Maar dan ook nog met frietjes en slaatje. En dan hebben we de patatas bravas, de zoete aardappelfrietjes, de calamares, een quesadilla en de spicy chicken wings. Oké, als we hier niet genoeg mee gaan hebben, dan weet ik het ook. Het is intussen maandag. Werk is achter de rug. Ik heb intussen ook een filmpje opgenomen. Dus die ga ik straks nog een beetje editen. Maar het is tijd voor het avondeten en ik ga opnieuw voor een gerechtje van Otto Lenghi, maar vandaag, en we gaan duimen, we gaan onze vingers kruisen, maar vandaag moet en zal dat gerechtje lukken. Ik denk dat het op zich eenvoudig zou moeten zijn, maar ja, dat dacht ik van dat andere gerechtje ook. Dus. Vandaag wordt het dit, spaghetti met anchovies en zeekraal. Dat is een beetje zoutig, maar ja, dat zijn wel gerechten of ingrediënten die ik wel super lekker vind. Buiten het feit dat je verschillende ingrediënten nodig hebt, denk ik wel dat het een eenvoudig gerechtje is. En ja, een beetje een hartige, simpele maaltijd, dat kunnen we wel gebruiken op maandag. Dus ik heb het mezelf deze keer gemakkelijker gemaakt. Ik heb alles geprept. Dus de pasta staat klaar, de zeekraal staat klaar, maar dat is eigenlijk voor het laatste. Ik heb hier wat witte wijn. Hier zit alles in wat ik voor de saus ga gebruiken. Dus hier in deze pan olijfolie. En dan zit hier peterselie in, de anchovies in grove stukjes gehakt, chilivlokken in stukjes gedane knoflook zit erin en dan citroenrasp en nog wat zwarte peper. Dus dat mag eigenlijk allemaal tegelijkertijd in deze pan. Dan moet ik die wijn er nog bijvoegen en dat wordt dan de saus en intussen ben ik het water aan het koken voor de spaghetti. Thank you.
Ik denk niet dat ik het heel slecht gedaan heb, maar ja, we gaan natuurlijk eerst moeten proeven, subiet, en dan kan ik zeggen of het gelukt is. Alleszins, qua foto en reality ziet het er vrij goed uit. Dit is de expectation en dit is de reality. Ça va nog, hè? Zo, we gaan live testen. Die pittigheid van die chili flakes maakt wel mijn neus meteen open. Dat is goed. Er zit een zuurtje in van de citroen. En dan de olijfolie is lekker samen met dat sausje van anchovies en zo. Dit receptje is wel goedgekeurd. Goedemorgen, het is zaterdag. Ja, zaterdag. Goed, dus even nadenken. Het is een verlengd weekend. Morgen is het Allerheilige, maandag is het Allerzielen. Dan ben ik nog een dagje thuis. Dus dat betekent meteen dat volgende week maar een 4 dagen werkweek is. En dan hebben we nog een weekje verlof. Dus eigenlijk hadden we verlof genomen de week na de herfstvakantie. Maar nu is de herfstvakantie nog een week verlengd. Dus het is 2 weken herfstvakantie. Dus ja, we hebben vakantie met alle schoolkinderen. Want ja, nieuws van de dag is uiteraard de persconferentie gisteravond van onze federale regering. We zitten terug in lockdown. Wel ja, semi-lockdown. En we mogen ons nog wel verplaatsen. Maar vanaf maandag gaan alle niet-essentiële winkels toe. Dus denk maar kledingwinkels, drogisterijen, parfumerieën, kappers. Heel belangrijk, hè? toch wel een aantal restricties. In de hoop dat dat toch wel helpt. Want ja, het is niet zo goed aan het gaan in België, laten we dat zeggen. We zijn aan het scoren. Wereldwijd zelfs. En ja, dat is eigenlijk niet zo goed. Scoren is in dit geval slecht presteren. Maar, ja, omdat de kappers toegaan en ik normaal gezien met een week of twee terug zou gaan, had ik gisteren toch maar eens gebeld naar mijn kapster en gevraagd van, ja, heb jij nog last minute plekjes? En zat vandaag nog plek om 11:30, dus al zo voor 3 kwartier. Dat maakt dat ik ben opgestaan, me heb klaargemaakt. Mijn haar is, ja, zie, mijn haar is me best oké. Maar ja, als ik nu nog 6 à 8 weken niet naar de kapper kan gaan, dan ga ik wel met een serieuze uitgroei zitten. Dus dacht ik, goed, dan ga ik gewoon op 5 weken nog eens naar de kapper. En dan kan ik verder tot na de lockdown. Misschien dat de lockdown dan wordt opgeheven vlak voor de feestdagen. Dat zou op zich nog wel leuk zijn. Dan kunnen we terug kerst vieren. Misschien nog in beperkte kring, maar dan kunnen we tenminste kerst vieren met vrienden of familie. Ik kan ook mijn verjaardag vieren. Hè? Want anders is het een verjaardag in lockdown. Ik besef ook dat ik nog niet de grand reveal heb gedaan van mijn Christa Reniers-juwelen, maar als je goed kijkt, dan zie je hier wel al iets hangen. Ik ga de 2 stukken samen voorstellen als ik ze heb. Ja, ik heb 2 dingen gekocht, maar eentje moet nog aangepast worden. En die zou ik normaal gezien dinsdag, woensdag moeten binnenkrijgen. En dan kan ik ze samen voorstellen. Maar ja, als je goed kijkt, zie je dus wel wat ik heb gekozen. Maar dan zal ik daar wel alle details over geven en over het hele proces vertellen. Voor de rest ben ik momenteel alleen thuis. Timo, ja, Timo is eigenlijk al lang naar de Decathlon. Al heel lang. Hij zei dan van, ja, ik moet dat nog eens doen. En ja, stoem van hem, want hij had dat gewoon moeten doen. Want nu is het natuurlijk overal super druk in de winkels, omdat ze maandag toegaan. Maar hij heeft het toch maar erop gewacht dat ze hem een beetje moet aanschuiven buiten. Want hij heeft van pedalen nodig. Aangepaste pedalen. Het fijne weet ik er niet zo van, maar ik hoop wel dat hij er geraakt. Maar we gaan elkaar waarschijnlijk missen. Tegen dat hij terug is, ben ik al naar de kapper. En ja, ik denk dat ik daar ongeveer 3 uurtjes ga zitten. Normaal iets korter, maar het is nu zaterdag en waarschijnlijk wil iedereen zo last minute nog gaan. Dus denk ik dat ik pas over 3 uur met een frisse koepen naar buiten kom. Voilà, allemaal donkere kleuren voor mijn herfstoutfit. Een jeanshemdje. Deze is eentje van 7 for All Mankind. Heb ik wel in de outlet gekocht. Was nog een goede korting, maar ik vind dat wel heel leuk. Met die borduursels. Het geeft het zo wat extra effect. Het is niet zo super gecentreerd, dus je hebt ook redelijk wat plaats. Want het is wel heel comfortabel om te dragen. Niet zo super dik van stof en lekker zacht. Een van de vele plissé-rokken van Rees. Uiteraard een beetje metallic groen. Dit is een van mijn oudste rokken, maar ja, echt, die blijven zo lang goed. Dan uiteraard een kousenbroek voor de beentjes. En dan wat mijn schoenen betreft zijn enkelaarsjes van Chloe.
maar dan met een iets hogere hak. En zonder bokkels, gewoon met een rits aan de binnenzijde. Donkerblauw, snakeskin-achtige print op het leder. En dat matcht wel goed met mijn blauw hemdje. En dan mijn handtas, die Celine, die ik een hele tijd geleden kocht. Waar ik nog altijd zo, zo content mee ben. Echt nooit gedacht dat ik voor echt een zwarte handtas zou gaan. Dat is zo, ja, niet mijn ding. Ik ben voor de roze kleuren en al. Maar in dit model vond ik het zwart eigenlijk wel het mooiste, chicst. Zag die er ook wat compacter uit. Celine heeft hele mooie kleuren, maar ja, er zat zo niks anders tussen dat echt mijn ding was. En toen zei ik van ja, ik zal toch eens een zwarte proberen. En verrassend genoeg... Ja, echt, ik had het nooit gedacht, maar I love it so. Echt een geweldige tas, waar ook redelijk wat in kan. Medium model, niet super groot, niet super klein. Je moet hem wel altijd zo aan de hengsels vasthouden, maar ik draag hem dus vooral zoals ik hem nu hier heb in, ja, in mijn elleboog. Hij is wel redelijk heavy, maar dat is ook omdat ik er gewoon veel heb ingechokkeld. Maar ja, dat is een goede armoefening, denken we dan, hè. Even de zonnebril af. Ja, het is trouwens wel een heerlijke dag vandaag, echt... De dag om nog eens buiten te zijn. Ik ga hier wel al in de auto al mijn juwelen... Allee, mijn juwelen. Mijn oorbellen en ketting uitdoen. Want die moet ik toch uitdoen als ik binnen ben. Met die handdoeken en zo en met die verf. Is dat toch iets waar ik iets voorzichtiger mee ben. En dan hoef ik ze niet daar te laten liggen of in mijn chacoche te droppen. Maar ik kan er gewoon even hier in een kastje blijven liggen van de wagen. Voor de gelegenheid terug een wegwerp. Masker. Normaal gezien heb ik van die wasbare maskers, maar... Hier bij de kapper vind ik dit net wat aangenamer. Lichter, luchtiger en vooral met die verf en dat water subiet. Dan kan ik deze gewoon straks weggooien. Let's go! Ik ben net terug van de kapster. En dan zie je zo de restanten van waar mijn mondmasker zat. Dus dan gaan we wel even bijwerken. Ik heb net ook even het eten voor deze avond geregeld. Dus we doen terug een take-out. Het was bijna pizza geworden, maar we zijn uiteindelijk gegaan voor Ibiza Boef. We zijn daar wel eens gaan eten. Ik denk nu bijna een jaar geleden. Zowat tapas. Maar tapas vanuit Ibiza. Dus ze hebben echt de Ibiza touch. Ze hebben er ook gewoond, als ik mij niet vergis. En ja, ik heb zo 2 minuutjes. Dat we een beetje van alles wat hebben. Met nog wat extraatjes. Het gaat weer veel te veel zijn. I mean, ja, ik weet dat wel. Maar het is super lekker. Dat was echt lekker. We zijn er gaan eten met een bevriend koppel. En die waren ook super content. En normaal gezien gingen we in maart op teambuilding. En dan gingen we daar ook eten. Dus ik had mijn collega's al helemaal enthousiast gemaakt. Maar ja, dan kwam net de lockdown. Dus we zijn nooit meer op teambuilding geraakt. En ook niet in Ibiza Boef. Dus vandaar dat ik het wel gepast vond om nu een keer een takeaway te proberen. Weliswaar enkel onder ons tweetjes, maar ja, ik ben er zeker van dat het weer super lekker zal zijn. Maar dat is voor straks, 5:30. Dus het is nu net geen 3 uur. Ik heb ook net geen 3 uur bij de kapper binnen gezeten, maar ik ben wel super content dat ik weer een opfrissing gehad heb. Ik kreeg ook onmiddellijk berichtjes van mensen die zeiden, oh, je hebt nog een afspraak kunnen krijgen. Ja, goed, goed. Ik dacht, ja, dat is toch wel goed dat ik gebeld heb. Ik ga nog even op Timo wachten, die was nog even naar de winkel. Zijn pedalen zijn trouwens in orde gekomen, dat heeft hij me wel al laten weten. Maar hij moest nog een andere boodschap doen. Maar goed, hij zal speed wel hier zijn. En dan kunnen we aftellen naar de lekkere Ibiza Boef tapatjes. Ja, ik denk dat we weer kunnen stellen dat ik te veel besteld heb. Maar dit ziet er lekker uit en ruikt ook lekker. Ik ben er zeker van dat dat super hard gaat bevallen. Dus dit is een vismenu. Met kroketjes, met calamaretjes en zeebaars. En een slaatje. En dan heb je de patatas bravas. Met de ribbetjes. En dan hebben we nog extraatjes besteld, dus ik denk dat we op zich wel eten genoeg gaan hebben. Oké, goedemorgen. Het is zaterdag en om deze vlog af te sluiten ga ik nog even mijn reveal van de Christa Reniers juwelen laten zien. Dat hebben jullie nog te goed, dus vandaar dat we even hier in de badkamer zijn. Dan kan ik ze uit mijn lade halen. Ik heb 2 doosjes in mijn hand en dat betekent dat ik met 2 stuks naar huis gekomen ben. Dus de wedstrijd van Christa Reniers betekende dat ik een cadeaubon of een, ja, een shop te goed had van 500 euro. Wat zeer, zeer mooi was, want daar kun je eigenlijk al
ja, een ring of een ring en iets extra mee kopen. Hangt er een beetje vanaf welke ring dat je kiest en hoe groot dat de ring is. Nu, uiteraard moest ik voor een ring gaan, want ja, I love her ringen. Echt super, super mooi. En het is dan dit exemplaar geworden. Dit is een nieuwer ontwerp. Double windswept ring. Dus ze heeft een windswept ring. Dat is eigenlijk dan een enkel formaat. Maar je hebt ook de double. En dat zijn er dan twee die over elkaar komen. En die een beetje in elkaar verstrengeld zijn. Dus het lijkt een beetje alsof dit zo blaadjes of vingers zijn. Die rond je vinger krullen en die in elkaar komen. Waardoor dat je natuurlijk een hele impact hebt. Het is inderdaad weer een grote ring. Maar ja, ik hou wel van de grote ringen. Omdat ik die ook altijd op mijn middelvinger draag. En ja, dat, de balans zit zo compleet centraal. Ik draag ook geen andere juwelen of geen andere ringen dan aan die hand. En dat maakt dat dit wel alle aandacht krijgt die dat het verdient. Ik ben opnieuw voor zilver gegaan. En dat materiaal dat past met mijn wat koelere ondertoon. En dan het blinkend exemplaar. Je kan die ook een beetje laten zwarten en dan krijg je veel meer diepte en dimensie. Maar ja, op zich hou ik wel van de lichtheid en de eclat die er van dit model afkomt. Moeilijk aan deze is de maat bepalen. Ik ga even vergelijken met een andere ring. Dus als je een gewone ring van Christa Reniers hebt, heb je gewoon ja, de ring op zich. Hier kun je heel gemakkelijk zo'n maatstok doorsteken. Maat 52, dat is altijd hetzelfde bij mij, dus ça va, dat past. Maar deze is natuurlijk niet zo helemaal rond, omdat dat ja, opgebouwd is door de bovenstukken op zich ook. Moet je die een beetje laten ja, moduleren. Kun je niet gewoon zeggen, ik heb een 52. Toen ze deze op de stok had gezet, toen was het iets van 7,48. Dat heb ik absoluut niet, dus dat zou gewoon niet kunnen. Maar toch past die en dat heeft te maken met ja, de buiging en de, ja, de vorm van het model eigenlijk. De eerste ring die ik koos was ietsje groter. Daarvan dacht ik van dat die goed zat. Maar die begon heel snel van mijn vinger af te schuiven en op mijn vinger te draaien. Dus dan ben ik teruggegaan voor het kleinere formaat. En dat was echt wel veel beter. Deze zit veel beter rond mijn vinger. Die omhult mijn vinger. Ik heb wat bewegingsvrijheid, maar die gaat er niet van afschuiven. Wat hier zeer belangrijk is, want ik zou die toch wel niet graag willen verliezen. En dan had ik ook deze gepast. Ik ga ze niet te rechtop zetten, want ze zitten er los in. Dit zijn de Lissy oorbellen. Ook deze ja, zijn een nieuwer model. Dus had ik, ik denk vorig jaar heeft ze die gemaakt. Had ik op haar Facebook gezien. Had ik toen al een like gegeven en direct gezegd van oh my god, ja, love. Super mooi. Weer heel organische ontwerpen. Zo van die kleine bloemetjes die aan elkaar hangen en die samen zo ene hele grote stut vormen. Wat maakt dat die vrij casual en licht zijn, maar tegelijkertijd best wat impact hebben als ze aan je oor hangen. En voor mij zijn ze ook een hele mooie day-to-night oorbel. Beetje romantisch gaan overdag, maar toch weer een beetje glam s'avonds. Allee ja, afhankelijk van waar je naartoe gaat en wat je draagt. Dit is wel zo het type oorbel dat ik graag draag. Ik draag niet zo van die hele grote hoops. Voor mij mogen ze klein zijn, maar ook niet zodanig klein dat ze niet opvallen. Ik wil wel een beetje bling en een beetje eclat. En dat denk ik dat ik met die Lissy oorbellen zeker wel heb bereikt. Nu, deze zijn geen onderdeel van de winactie. Die zijn apart gekocht en die zijn eigenlijk al gekocht in functie van mijn verjaardag. Dus dat wordt mijn verjaardagscadeautje van Timo. Ik speel een beetje vals, want ik heb ze nu al, ik draag ze nu al. Maar ik denk dat we in bijzondere tijden zijn. En dat ik waarschijnlijk mijn verjaardag niet zal kunnen vieren zoals ik die normaal vier. Dus vandaar dat ik al mag rondlopen met de Lissy oorbellen. Voilà, als ze dan iets korter bijkomen, dan kan je ze ook zien. Ze zijn eigenlijk redelijk groot, maar toch super licht. Ik ben super, super content. Dus ja, als je van Christa Reniers ontwerpen houdt, kan ik het alleen maar aanraden. De kwaliteit is superb. Je moet ze natuurlijk wel goed verzorgen. En ik draag die niet als ik ga sporten of douchen of zo, of slapen, dan doe ik die uit. Maar los daarvan draag ik die gewoon altijd als ik wakker ben. Dus yes, vandaar. Ik weet dat ik beloofd had in de vorige vlog om deze vlog ook de DIY van de spiegel te doen. Maar dat gaan we niet meer halen. Deze vlog is al te lang. Dus ik ga het hier afsluiten met de mooie juwelen van Christa Reniers. En dan zie ik jullie heel graag terug voor een volgende vlog. Daar gaan we dan wel de DIY in doen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En ik zie jullie heel graag terug voor een volgende vlog. Dag.